als jouw droom is om bij Juventus te spelen met Paulo Dybala, met zulke jongens. Ja. En uiteindelijk toen Cristiano kwam was het helemaal klaar. Ja. Dat ik snap dan niet dat mensen mij dan niet kunnen begrijpen dat ik zo'n stap maak. Yo, kom eraan man, zie je zo. Yes. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl. Yo! Ik maak het hier. Hoe is het, man? Lekker. Goed? Lekker. Doe gewoon het om. Hey, moet je hier zo'n pasje hebben? Ja, hè? Dan eruit? Of moet je dan die ding betalen weer? Ja, wacht. Laat me het scannen voor je. Ik kan het scannen binnen. Ja, in je parkeerkaart. Oh, ja? Ja, man. Kost ik mijn euro. Ja, dat is chinkte. Ja, gooi hem aardig dicht. Then in the middle. Deze net? Ja man. Ja? Deze niet moeilijk? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. 3 euro? Onmogelijk. Hoe gaat het met je? Gaat lekker man. Ja? Ik ben er gewoon. Lekker toch? Heb je in principe ook volwassen? Ja, dit is die Angband toch? Dit is die nieuwe collectie. Oh ja? Je bent een modemannetje, hè? Je had wel van kleertjes, heb ik gezien, hè? Mooie tasjes, mooie merkjes. Valt wel mee. Gewoon rustig, man. Heb je getraind net? Ja, man. Ja? Ja, man. En? Train je in het stadion nu? Ja, we trainen daar zo. Of dag voor de wedstrijd trainen we meestal in het stadion. Oh, want eerder hadden jullie kunstgras, toch? Nou niet meer, hè? Nee, man. Nu gewoon gras. Ja, beter, man. Zo en dat, beter. Dus dan train je hier? Ja, daar zo. Op gras gewoon. Oké. Ja, beter. Okay, maar de kerstzolle niet goed. Nee, je bent net hier, hè? Ja, man. Net, man. En? Een maandje of zo. Het is gewoon relaxed, zeg maar. Gewoon een leuke groep wel. Ja? Ja, trainer is een open persoon. Hij praat met je, hij communiceert met Ad. Je. Ja, maar Art Langele. Je kent hem al langer, toch? Ja, van PSV. Heeft hij jou teruggehaald of heb jij... Ja, we hadden gewoon contact met elkaar. Ja. Ik wilde voornamelijk gewoon focussen op gewoon weer terugkomen, begrijp je? Ja. Gewoon met voetbal plezier hebben weer. Ja. En weet je, hij stond daarvoor open. En hij wilde me graag erbij hebben ook. Dus toen ben ik naar hier gekomen. Oké, want je had wel... Blessure was een beetje weg, toch? Ja, ik ben lang geblesseerd geweest. Zo veel blessures, knie, 2 keer geopereerd. Nee, wat had je? Had je banden gescheurd? Nee, meniscus, man. Oh, meniscus, ja? Ja, meniscus. De eerste keer was fout gegaan in Italië. Verkeerd geopereerd? Ja, man. Dus ik heb ook zo heel... Mijn bot komt helemaal uit mijn knieën. Meen je niet? Ja, gek, man. Gek. Dus je ziet daar gewoon dat litteken of zo, dat bot steekt eruit? Man. Als je gelukkig dat niet van je lul is, hè? Ja. Ja, weet niet, man. Hé, hey, maar... Even serieus, man. Kijk, jij hebt mooie clubs gehad. Juventus, hè. Je bent Juventus geweest. Maar het is niet gelukt. Nou, zie je het als falen of zie je het als blessure, door blessure lopen of wat dan ook? Nee, maar ik zie het allemaal als een leerproces. Mm. Ik zeg je eerlijk. Het feit dat ik daar had mogen staan, is voor mij zeg maar gewoon een eer. Ik ben een jongen, ik kom van niks, begrijp je? Mijn ouders komen van asielzoekerscentrum. Ja, man broer. Dus ik kan dat alleen maar zien als blessings. Ja. Ik zag dat filmpje, man, toen jij tekende bij PSV met je vader en moeder, dat je vader stond te huilen. Vond ik zo mooi om te zien, hè? Klopt. Dat was mooi, hè? Ja, man. Mijn vader, hij komt van niks. Toch? Hij komt van ver. Ja. Dus... Om hem trots te maken, zeg maar, dat is zeg maar mijn... Ja, want jullie komen uit Angola. Want daar was daar oorlog toen jullie wegdingen? Moesten jullie vluchten daar? Nee, dat niet. Armoede maar, en zo. Ja, gewoon dat, zeg maar. Het was gewoon moeilijk voor ons om daar een betere toekomst te krijgen, Ja. Dus daarom zijn ze gewoon naar Nederland gekomen.
Mijn moeder heeft hard gestreden, gestudeerd. Je weet zelf, Nederlands is niet makkelijk. Nee, nee, echt niet. Nederlands is niet makkelijk. Ik kan nog steeds geen goed bericht sturen. DT, daar ben ik het allemaal weer gek van, man. Hoor ik, hoor ik. En dan... Dat hoor ik heel veel dat mensen dat zeggen, ja. Maar goed, dus zijn, hoe oud was jij toen jij hierin kwam? Ik was 7 maanden, man, bro. Ja, 7 maandjes, ja? Mijn moeder had, zeg maar, een Afrikaanse jurk. Ja? Zodat het leek alsof het dik was. Hoe zat je daaronder? Ik zat, zeg maar, gewoon in de buik. Verstopt. Nee, ik zat in de buik. Oh, je zat in de buik nog. Met 7 maanden mag je niet meer vliegen. Nee, klopt. Dus ze ging het laten lijken van dat ze gewoon dik was. Dus weet je niet. Ja, dat was die truc om weg te komen. Dus nu, we hadden alleen maar genoeg geld voor 2 plaatsen. Ja. Maar we waren met z'n vieren. Mm-hmm. Dus dat we moesten extra betalen, zodat we met z'n vieren naar Nederland komen. Waar, in de vliegtuig of wat? In de vliegtuig. Oh, ja, tuurlijk, zeg je net, je mag niet vliegen. Maar, dus je moest gewoon met... Maar niet toch met tickets kopen en zo. Dat was, toch, was het wel zo of was het gewoon heel anders? Nou, toen die tijd, ik weet niet wat het was, maar het kwam blijkbaar gewoon. Dat je gewoon betaalt en dan het vliegtuig gegaan. Ja, man. Daar, vanuit Angola. Ja. Dus als je de juiste mensen kent. Ja, man. Ja, zo, hè? Ja. Dus niet dat je denkt van ik ga even iets boeken. Man, oh, dat is de laatste vlucht. Nee, niet zo, hè? Nee, man. Apart, hè? Ja, gek. Dus zo. Heeft je moeder dat dus ook voor jullie over gehad om zeg maar te doen net of dat ze. Dik was en niet zwanger. Ja, man. Apart, hè? Mijn moeder is een strijder, man. Strijder, zeker, man. De OG, man. En je had dan, want je hebt nog broers? Ja. Max, hè? Eentje toch? Max? Ja. En die andere? Gilla. En die zijn dus jonger dan jij? Nee, ouder, man. Oh, wel ouder, ja. En hoe zijn die dan hier gekomen? Zeg maar, Gilla zat op de schoot van mijn vader. Ja. Nee, de schoot van mijn moeder. Ja. En Max zat op de schoot van mijn ma. Ja, en... van mijn pa. En jij en je moeder in de buik. Ja, en je moeder deed dat ze dik was. Ja, wat een vette actie, man. Ja, man, dat vind ik wel mooi. Dat zijn mooie verhalen, jongen. Ja, ja toch? Dat weten mensen niet. Dat zo gebeurd is. Hey. Dat je dat zo moet doen, hè? Om weg te komen uit een land waar je eigenlijk... Ja, dat jouw land is, maar het gewoon heel slecht daar is. Dat je gewoon weg wil. Toch? Precies. Het lijkt allemaal... Kijk, iedereen ziet zeg maar de mooie dingen van... Van een voetballer of zo. Yeah. Ze weten niet echt exact wat we hebben meegemaakt. Nee, wat jullie allemaal voor hebben gedaan en zo. Ja. Dus dat is zeg maar ook onze kracht. Ja. En nu praat ik zeg maar voor de jongens die van niks komen. Ja. Ik weet gewoon, het zit veel dieper voor ons, snap je? En bepaalde dingen, wij worden soms gezien als moeilijke jongens of zo. Ja. Dat is de pijn die we meedragen. Ja. Nee, maar dat word je ook gezien als een moeilijke jongen dan? Nee, ik weet het niet. Ik heb niet het gevoel dat ik moeilijk ben. Of... Nee. Ik heb het gevoel dat ik best wel lief was. Ja, hè? Jij bent lief uitstellen, maar je weet niet. Kijk, wat, als jij niet. Je hebt ook gezegd van als je niet speelt, dan word je gek toch? Dan gaat jouw houding ook veranderen, weet je wel? Ik heb dat ook gehad. Ja. Ik werd ook helemaal gek toen ik niet meer speelde, weet je? Ik dacht dat iedereen tegen mij was en iedereen is mijn vijand ineens. Ja. Teamgenoten, trainers, dit en dat. Ja. Dus dan kan je wel eens anders doen dan dat je normaal bent, weet je wel? Ja. Had jij dat niet? Dat je dat met trainers en zo problemen had van, weet je, je wint nooit van een trainer. Nooit. Dat is precies wat ik heb beseft. Ja, ja. Ik had het met Mark van Bommel en zo. Ja. Bij PSV. Nu, ik speelde niet meer omdat, wegens omstandigheden. En, wat dan? Maar je had gewoon ruzie met hem. Ja. Ik heb met hem gespeeld. Bij een heel elftal. Een aardig gozer, maar ik weet niet hoe hij is als trainer en zo. Dus... Hij is sowieso een aardige man. Ja. Hij is gewoon. Hij wilde mij gewoon beter maken. Ja. Alleen ik vat het anders op. Ja. En we hadden gewoon miscommunicaties. Waardoor ik zeg maar niet meer dezelfde persoon kon zijn. Nee. Dus ik dacht echt dat hij me haat ofzo. Ja. Maar hij wou je pushen, want hij weet dat je talent hebt. Precies, hij wilde me juist pushen. En jij snapte dat niet, jij dacht van, hij haat me ofzo, hij mag me niet. Ik was 17. Ja. Toen had ik ervoor gekozen om weg te gaan. Heb je spijt van dat je weg bent gegaan? Nee man, nee? 100.000%. Omdat je ging toen naar Juventus, hè? Ja man. Juventus had al interesse in jou? Ja. Ze waren me al 3 jaar aan het volgen. Je moet het zo zien. Waarom zou je niet je dromen achterna gaan, terwijl je niet eens weet of morgen komt? Ja, zeker. Als jouw droom is om
bij Juventus te spelen, ja. Met Paulo Dybala, met zulke jongens. Ja. En uiteindelijk toen Cristiano kwam was het helemaal klaar. Ja. Dat ik snap dan niet dat mensen mij dan niet kunnen begrijpen dat ik zo'n stap maak. Ja. Puur omdat ik gewoon daarvoor leef. Heb je? Niemand weet, als ik bij PSV zou blijven, zou niemand kunnen zeggen dat ik daar... Nee, niemand kan in de toekomst kijken, dat is, maar je kan ook geblesseerd raken. Precies. Dus, voor sommigen is dat heel moeilijk te beseffen. Ja, hij is te jong, gaat nu al naar Juventus, en, maar kijk wel wat jij hebt meegemaakt. Je hebt wel ervaring opgedaan, je weet hoe het is in een ander land, je kan het meenemen weer nu, met jouw ervaring. En hoe het is ook, omdat jij toen jong was, je besefte die dingen van met trainers en zo. En nu weet je van, hé, kijk, ik heb daar gespeeld, dat is een ander verhaal, weet je. Die bagage kan je gewoon meenemen. Met je toekomst, zeg maar. Mm-hmm. Toch? Precies, man. Precies. En nu zit je hier bij Zwolle. Hoe lang heb je getekend? 1+1. Oké. Okay. Ja. En speel je nu? Ja, ik ben fit aan het worden nu. Ja. Ik voel nu al dat ik steeds fitter word. Dat ik zeg maar gewoon ook met de bal en zo'n balgevoel, zelfvertrouwen, dat soort dingen. Ja. Ik ben nu volgens mij 3-4 keer ingevallen. Dus voor mijn gevoel. En hij laat je gewoon je spel spelen, want ik had je wel eens gehoord dat je zei van nou, ze wilden dat ik de bal maar 1 en 2 keer raakte, maar jij bent de man van de scharen. Ik heb filmpjes gezien van je, schaar maken, mannetje van bij, dat vind je mooi. Maar dat mag je ook bij Zwolle doen, of? Ja, Arte zeg maar gewoon, zeg maar hij heeft een bepaalde visie. Ja. En zolang je in zijn visie blijft, geeft hij jou gewoon die ruimte. Ja. Dus je moet gewoon creatief zijn. En je moet gewoon lekker vrij zijn in je hoofd, maar wel zeg maar in het teambelang blijven. Mm-hmm. Dus niet dat ik zeg maar rare dingen ga doen op eigen helft ofzo. Nee, dat je daar bal voor gaat. Mm-hmm. Want het gaat niet zo heel goed in de Zwolle, hè? Nee, klopt. Kutwedstrijd, hoe kan het, hè? Nee. Dus, waren ze wel, of tenminste vorig jaar was het best wel, die naar Zwolle, die klappen er wel op, weet je. Want nu is het gewoon, is het ook pech of zo? Wat is het, man? Ik zeg eerlijk. Wat ik persoonlijk denk, we hebben gewoon een goede groep. Mm-hmm. Als je 90 minuten lang kijkt, zie je gewoon dat wij vaak de betere ploeg zijn. Yeah. Het is gewoon de details. We moeten gewoon alleen wat meer bloed hebben onder ons. Gewoon wat meer kwel in onze mond hebben. Yeah, voor die goal gewoon. Yeah. Maar ik weet zeker, het gaat goed komen. Wij gaan het recht zetten. Yeah. Die keerpunt moet komen. Ja, tuurlijk. Als je alleen maar zulke pech kan hebben elke keer, weet je wel, dan moet het ook een keer moment zijn van oké, nu gaat het goed weer scoren en we gaan een keer wedstrijden winnen, toch? Ja. Kan niet alleen maar zo blijven gaan. Nee, man. Gaat die trainer ook weg. Zo bestaat die leven toch niet, ja. Nee, maar dat is toch zo, ja. Kan niet alleen maar dalen, toch? Nee, kan niet. Je moet ook omhoog een keer. Op een gegeven moment moet dat veranderen. Ja. Had je dus, je zag net, ik had hem in de jeugd, hè? Ja. Dus hij kende jou al. Ja, hij kende me. Ja, dus hij, dat is ook wel. Is dat een beetje geluk voor je geweest dat hij die trainer is of zo? Kon je ook naar andere clubs? Ja, zeker. Waarom ben je teruggekomen naar Nederland? Waarom? Want Pescara was je contract was daar ontbonden of zo? Ja, ik heb die ontbonden omdat ik. Die dingen kan ik niet zeggen hier. Ja, natuurlijk. Die dingen kan ik niet zeggen. Het is wat het is. Kijk, het is gewoon van bepaalde dingen waren gewoon niet. Zoals ze moesten zijn. En toen had ik ervoor gekozen om mijn contract te ontbinden. Omdat ik per direct overgenomen zou worden van Juventus naar Pescara. Yeah. En weet je, op een gegeven moment was ik gewoon niet meer gelukkig daar en zo. Yeah. En, omdat je niet speelde ook? Ja, vooral ook omdat heel veel beloftes en zo. Heel veel beloftes. Kwamen ze niet na? Dan kwamen ze niet na en zo. Maar ja, dat is. Dat is voetbal. Dat is voetbal. Dat, zo gaat het er niet meer. Vooral Italië is een maffia. Italië is een maffia. Ja, ik weet het. Ik begreep niks, zeg maar. Ik begreep niks. Nee. Maar ja, het was. Dus nu, ik kon naar andere clubs gaan en zo, kon voor het geld kiezen. Maar toen had ik gewoon. Ik was in Portugal bij mijn moeder. Ja. Ze woont in Portugal, Lissabon. Woont je moeder in Portugal? Ja. En je vader? Mijn vader ook. Wat meen je niet? Ja. Wat? Dus zijn we weggegaan. Heb jij ze in huis gekocht? Ja. Ja, hè? Ja. Mooi, man. Dat is toch mooi? Dat zijn een mooie dingen. Ja, tuurlijk. Als je dat kan doen voor je vader en moeder, dat ze alles voor jou hebben gedaan. En Portugal, ja, Angola spreekt Portugees. Dus Portugal is een mooi land.
Is toch goed dan? Ja, mijn moeder belde me gisteren nog. Het is 28 graden. Oh, hier, lekker dus, man. Wow. Dan zitten wij hier. Ja, die avond doen we naar Zwolle. Is dat niet normaal? Oh, wacht, die mijn vrouw belt weer. Misschien geld hebben. Liz! Ja. Ja, die masseur heeft gewoon met olie op de jetazier gespoten. Krijg je nooit een schoon. Wat heeft hij gespoten? Met die olie heb je gewoon die jaloezie en die zwarte helemaal onder de olie gespoten. Nou, ik zal vanavond ook even opspuiten. Ik ben even opnemen, ja? Ja, één ding, jij hoeft niet meer thuis te masseren hoor. Ga me gewoon echt om. Ik heb een hele huis gesmeerd, die olie. Doe ook het plafond. Oké, is goed. Nou, doei. Doei. Die masseer van mij, die heeft olie toch, is een spuiting. Die komt elke donderdag bij mij, gaat die olie spuiten. Maar de spuit die op die dingen, op die zwarte dingen hebt, die, hoe noem je dat, die rolluiken. Ja. Dat is helemaal gek geworden. God, wat doe je bent ook gek, man. Heel mooi, hè? Die vrouw van mij is zo gek als een deel, jongen. Gaat ze mij weer bellen, ze moet altijd bellen bij mij. Maar het is ook omdat ze mij in de gaten wil houden, weet je, of ik nog andere vrouwen pakken. Ik doe dat niet hoor, ik doe echt niks. Het is kinderachtig, hè? Ja man, ik doe ja, man. Man. Ik doe wel lekker. Nee, ik doe het niet meer. Nee, die tijd heb jij geen vrouw? Nee, hè? Ik hoor? Nee, man. Niet? Nee. Heb je geen vrouw? Nee. Ook geen vriendin? Geweg man, viesring. Dit neemt je zin, man. Ik kan niet. Ja! Kom op. Ik wacht gewoon rustig voor je, man. Woon je in Zwolle? Nee, ja, deels. Ik heb zeg maar een appartementje in Rotterdam. Oh. En hier ben ik nog Oké, maar dus, kom je uit Rotterdam? Ik ben geboren in Harderwijk. Hier gewoon, in de buurt? In Harderwijk gewoon. Ben je niet? Ja, gek. Maar, Nijmegen? Nijmegen, ja. Toen ben ik opgegroeid in Nijmegen, want ik voel me eigenlijk gewoon in Nijmegen. Ja, je bent gewoon hier in de buurt ook? Ja. Maar en waar zijn je broers dan? Iedereen is verspreid. Meen je niet? Dus, mijn broer woont in Antwerpen. Maar mijn oudste broer, hij woont nu in Nijmegen. Mijn ouders in Lissabon. Ja, man, dat is zo. Okay. Ik was in Italië. Zo, dus iedereen. Maar je broer in Nijmegen, daar ga je nog wel eens naartoe of zo? Of zie je die weinig? Ja? Weinig, ja. Dus wat doe je dan zo de hele dag? Als je zeg maar, want je traint tot 1 uur ben je klaar, zeg maar. Kort op 1. En dan? Het is verschillend, man. Soms zeg maar, rijd ik naar Rijswijk. En dan bij Immersive Studios, daar heb ik mijn personal trainer, Dennis Toppin. Ga je trainen daar extra nog? Ja, man. Oh, netjes. Maar dat ben je wel, dat heb je wel geleerd ook, hè? Toch? Ja, van ja. Buiten, ook van Ronaldo, toch? Ja, man. Dat heeft hij al gezegd, ja. Toch? Want je moet elke dag 2 uur voor en 2 uur na de training. 100.000. En doe je dat nu ook? Ja, ja. Ik investeer gewoon veel in mezelf. Ja. Puur omdat het geeft je ook gewoon een lekkerder gevoel. Plus je gaat ook veel minder geld uitgeven. Dus, als je bezig bent en je wordt moe, dan denk ik ga naar huis. Ik ga naar Oslo. Ik wil niet naar de stad. Of, nee. Want dat is wel een beetje, jij houdt al van mooie dingetjes en zo, hè? Nee, mooie dan, loge, nee, mooie vitol en zo. Broekje, wat is dat? Amari? Nee, Amari. Hoe heet dat? Amiri? Amiri. Ja, dit is Angon, man. Oh. Dit is Angon. Maar dat, je bent wel een modemannetje, hè? Nee, wat wel rustig. Jawel, jawel. Ik heb zo'n clipje ook gezien op Instagram van jou. Nee. Dat je met al die, dat je zo'n videootje hebt gemaakt van Louis Vuitton erbij en dit en dat. En... Nee, ik heb niks, man. Jawel. Maar dat is wel, als je bezig bent en trainen, vergeet je dat, weet je. Ja, dat is goed. Dat is goed. Zeg maar, zo... Je moet ook geld houden, hè? Ja, maar het is geld ook zeg maar... Eruit, vriend. Kijk, dit kost geld, veel geld. Veel geld elke maand als je gaat winkelen. Ja, maar ik doe dat niet, man. Ik zeg je eerlijk, ik doe dat echt niet. Nee? Nee, ik was vroeger wel op dat, maar. Ja, nu niet meer, man. Dit is gewoon, dit is oude collectie, zeg maar. Ja, dat is. Nee. Nee, dit is niet oude collectie. Dus, kijk. Weet je wat het is? Kijk, heel veel geld. Ja, ik weet niet hoeveel geld je verdiend hebt en zo, maar het gaat heel snel eruit. Ja, ja. Echt. Voordat je het weet, denk je kut. Weet je, ik ga alleen maar kopen. Maar koop dan iets wat goed is. Want ik heb dat ook gedaan. Ik ben echt dom geweest. Weet je, ik heb echt 12 miljoen opgemaakt. Dat was helemaal gek. Ik kocht allemaal rare dingen en zo. Maar. En kleding, elke dag shoppen, was voor mij ook gewoon een beetje een afleiding, weet je. Ja. Zo dat ongelukkig ik wat, ja, dat ik hoor, iets even, ja, dus, ik maar je moet wel dingen investeren in huizen of grond of wat dan ook, weet je. Dus, ja. Als je zo wilt blijven leven zoals je nu doet,
Snap je? Ik wil niet de wijze man uitdagen, maar ik heb het wel meegemaakt. Snap je? Dus ik weet wel hoe snel het kan gaan. Nee, maar ik hoor je volledig. Ja. Het is zeg maar, het is niet omdat jij het hebt gedaan dat ik niet van je kan leren of zo. Want je wilt juist niet dat een jongen dezelfde fout gaat maken. Ja, precies. Maar het is meer van. Weet je, ik ben niet echt bezig meer met dat, man. Dat is allemaal randzaken voor mij geworden. Ja. Vroeger was ik nog heel erg op van. Oh, ik moet laten zien of ik wil zeg maar de man zijn. Nu ben ik gewoon rustig geworden. Wie is Joost? Joost Linders. Ja. Hij is misschien. Hij is 70% van mijn leven. Ja? Ja. Wat is hij dan? Wat doet hij? Hij is mijn mental coach. Ja, mental coach. Hij heeft veel voetballers geloof ik, hè? Ja, Memphis. Ja, ik heb een interview gehad, man. Hij is top kerel, man. Hij is echt top, man. Hij is echt... Zeg maar, die man, hij begrijpt mij beter dan iedereen. Hij begrijpt jou beter dan jezelf? Dan mezelf. Ja. Soms zit ik gewoon in de knoei. En in die tijd dat ik geblesseerd was en zo, was hij daar echt voor, man. Ja. Dus je kon altijd met hem praten en zo. Ja, maar ook toen ik niet geblesseerd was. Kijk, hij is er in goede tijden, maar ook in mindere tijden. Altijd. Hij is gewoon altijd. Ja, man. Dus. En dat heb je niet veel meer. Nee. Deze dag. Had je veel met hem? Ja. Elke dag wel? Ja, nu wat minder. Maar dat komt gewoon omdat ik zeg maar ook weer bezig ben en zo. Ja. Focus is terug. Ja man, die focus is er weer echt. En ik focus me niet meer op die negatieve dingen. Nee. Als het nu wat minder gaat, dan is het gewoon harder werken zodat het weer goed gaat. Yeah. Of slimmer werken. Ja, maar dat is wel, het is wel mooi dat je dat ook gedaan hebt man. Om dat te doen met zo'n man praten, weet je. Dat is echt belangrijk. Hoor. Dat je dingen, als je het ook kropt, dan wordt het alleen maar erger. Ja. Nou, je moet het aan iemand, ik weet dat het moeilijk is als voetballer zijn en naar familie. Want Je bent de trots van de familie, dit en dat. Of aan vrienden, zeg je, ja, mooie dingetjes, dit en dat. Hij kan geen negativiteit naar buiten brengen. Omdat jij bent het gezicht van de familie en van je vrienden. Dus dan kan je met niemand praten. En dat is wel heel belangrijk dat je dat doet, man. Dat is een goede stap voor jou, denk ik. Zeker. Ja, dan kan je maar ik ben nou met hem sinds ik 15 ben of zo, 16. Ja? Ja, man. Met Joost zo lang al. Joost, ja. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 21. Zo, dus er zit al 5 jaar bij je. Wat wil je nu nog? Wat is je doel? Mijn doel? Ja, wat is je doel? Je wilt bij Zwolle eerst slagen en dan. En daarna weer buitenland. Ja, buitenland weer? Ja. Lekker. Ik wil zeg maar gewoon, laten we zeggen, top 5 beste competities. Ja. Daar wil ik dan zeg maar echt gaan shinen. Ja. Dat is wel zeg maar mijn doel voor de aankomende 2 jaar. Ja. Basisplaats bij Zwolle en dan bam, die transfer maken voor Zwolle. Terwijl, kijk, je weet maar nooit, uiteindelijk, God is de enige die het weet. Ja. Maar ik focus me nu gewoon op nu, snap je? Mm-hmm. Ik kijk nog niet echt naar wat gaat er gebeuren over een jaar of twee. Nee. Ik ben nu gewoon goed, ik zit goed. Trainer, technisch directeur, Mike Willems, iedereen behandelt me goed. Al die jongens in mijn team zijn gewoon lui, zijn gewoon rustig. Ja. Dus je moet alleen oppassen voor Bram, hè? Bram van, ik moest je de groeten doen, man. Ik was het vergeten. Hij is goede kill, joh. Bram van, hij is bij je thuis. Je hebt bij hem thuis. Ja. Hij had me gezegd, man. Hij is echt een leuke gast. Hij had me gezegd. Echt een mooie kill. Ja, Bram. Hij heeft een mooi gezin en mooie kinderen, mooie vrouwen. Echt top gast. Ja, super goeie gast. Echt goede gast. Bram is echt een goeie. Maar je moet al oppassen als je gaat douchen. Die man. Kijk niet zo nauw hoor, die Bram. Laat nou geen zeepje vallen, want dan ben je de lul hoor. Die Bram is top man. Die man is te gek. Eerst lekker resteren, lekker voetballen man. Geen gezeik aan mijn kop. Laat zien wat ik kan, dat gevoel krijgen van dat je belangrijk bent voor het team en zo. Precies, dat is zeg maar. Dat gevoel moet je weer terugkrijgen. Ja, maar dat is ook wat ik wil zeg. Maar die andere dingen, materiaal en zo. Laat het zijn allemaal bijzaken. Ja, is ook zo. Gewoon leuk voor ernaast. Ja. Maar dat zeg maar dat je familie vanzelf, als je in een stadion zit. Ja. Dat toch? Je gewoon scoort of zo. Ja, de hele belangrijk. Maakt. Dat belangrijk is het mooiste wat er is. Die emoties, jongen, dat gevoel die je krijgt. Ja. Maar later kan je. Ja, als jij het goed presteert, dan komt alles vanzelf wel weer. Dan kun je alles kopen wat je wilt. Ja. Precies. Perfect. Precies. Ja, man, maar lekker voetbal, dat gevoel. Ik heb daar wel spijt van gehad. Want ik dacht, oh man, dat gevoel dat je belangrijk bent.
fucking hell, ik moest gaan trainen naar de wedstrijd in mijn eentje. Met de wissels die dan in Engeland doen. Dus moet je gaan rennen. Hoorin. Nou, dan heb je wat. Of de volgende dag moet je de spelers die dan gespeeld hebben, die gaan lekker masseren en jij moet het veld op. Ja, toch in de kou. Oh, jij moet trainen met een groepje van 6 man of zo. Zonder keeper ook nog. Of misschien af en toe een keeper erbij. Maar dat is toch kut, man. Ja, maar dat hoort erbij, man. Ja, maar vooral die jongens die zeg maar nu het moeilijk hebben met voetbal, die niet spelen en zo. Moet altijd gewoon positief blijven, man. Echt, hè? Als jij ziet zeg maar dat iemand voor je staat, je moet het niet zien als negatieve concurrentie. Nee. Je moet het gewoon zien van, oké, als hij dat kan, dan moet ik dat ook kunnen. En ik moet het nog beter doen, zeg maar. Oh, kut. Even wachten. Zo. Ja. Ja, maar dat is echt zo, ja. Je moet het als positief zien, niet alleen maar negatief. Ja, man. Dat is wel wat heel belangrijk is nu, in deze tijd van... Tenminste, dat is al jaren nu, maar vroeger was dat nog niet zo. Weet je, dat mensen gaan praten met je, dat je positief denkt en dat soort dingen. Precies, man. Dat was het gewoon presteren, je moet je bek dicht houden. Ja. Hé, zelfs gewoon winkels hier. Maar je hebt hier alles, man. Frietjes, huppa. Alles, man. Je hebt hier alles. Lekker, man. Mac 3 Park. Wie is dat? Doe het hier, hoor. Nee, dat is, man. Oh. Van Ajax, die was dat ook toen best wel. Serero? Nee, dat is al heel lang geleden. Toen was jij nog baby. Toen zat je nog in de buik bij je moeder. Stiekem. Ja, man. Ja. Wat mooi, man. Dat jullie dat ook respect naar jouw ouders toch, man. Echt ja, geweldig, zeker, toch? Man. Ik waardeer het sowieso in mijn leven. Heel mooi, man. Nou, we zijn er alweer. Ja. Oh, jij gaat lekker naar Rotterdam? Ja, man. En ik ga lekker naar mijn vrouw die boos is voor die olie. Thanks man, was gezellig. Doe je best man. Dat was gezellig. Gisteren. En laat die broek niet meer verkleuren, hè? Nee, kom. Hey, nu kan ik wel wegrijden. Dus 1 minuut kan ik toch gewoon wegrijden? Ja, of moet je weer scannen? Nee, hoeft niet. Okay. Thanks bro. Kom rustig gaan. Doe je ding. Honden. Doe je best. 100.000. Yo, mazzel. Honden. Mooi vent. Die broek van hem, die vind ik mooi, hè? Ja, jongens, dat was Fernandez van Leandro. En ik denk dat hij wel op de goede weg is, man. Dus dat hij beseft van hoe of wat. Hij heeft natuurlijk veel teams gehad al, op jonge leeftijd. En focus is terug. Dat is belangrijk. En dat geldt ook voor gewoon mensen natuurlijk, als je ergens mee zit en zo. Ga gewoon praten met iemand, zodat je hart kan luchten, man. Dat is heel belangrijk. Dat moet je zeker doen. Nou, bedankt voor het kijken weer en we gaan door naar de volgende. Yes, love. Doei. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl.